Ja, het is mooi dat we de dag van de stad vandaag hier in Amersfoort met elkaar hebben. Het is, de stad is denk ik een ongelooflijk belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is de plek waar mensen samen leven, samen werken. De steden zijn heel erg in trek, groeien. We weten dat de woningmarkt echt wel een aandachtspunt is in een groot aantal steden in Nederland. Dus voor mij als minister van Wonen ook een grote uitdaging. In heel veel steden is het gewoon een kwestie van meer aanbod op de woningmarkt. Dus ja, ik zeg wel eens heel Holland bouwt. Dat is wat je om je heen ziet als je in de steden komt. Heel veel hijskranen, heel veel bedrijvigheid. Er wordt hard gewerkt, maar er moet eigenlijk nog meer. Er is gewoon een grote vraag op de woningmarkt. En de beste manier om daar aan tegemoet te komen is meer bouwen. Nou, wat bijzonder is in Amersfoort is dat er nog heel veel mogelijk is. Eigenlijk heel dicht bij het centrum van Amersfoort is nog veel ruimte, auto-industrieterrein. Wat ontwikkeld kan worden. Er liggen prachtige plannen voor gemengd. Echt gemengd bouwen, wonen, sociaal middenhuur, koop. Maar ook bedrijvigheid, dus ondernemers en bedrijven. Dus enorme kansen. En ik ben ook met de wethouders in gesprek om te kijken hoe we vanuit het Rijk daar wat aan kunnen bijdragen. In de vorm van experimenteerruimte, in de vorm van een bijdrage uit het transformatiefonds. De verduurzaming, noem maar op.